Tine Embrecht. Hoi, hallo. Heftig, hè, hier zo staan vandaag. Amai, ik ben echt compleet overdonderd van hoeveel mensen dat hier aanwezig zijn. Dat is niet normaal. Lang geleden dat ik dat nog gezien heb. Had je het verwacht? Nee, totaal niet. Ik dacht, ah ja, wij gaan samen daar de finale kijken en er zijn een paar zalen die daar ook naar gaan kijken. Maar dit is wel ongelooflijk. Ja. Hoe heb jij heel de Masked Singer ervaren? De Masked Singer was echt een avontuur, of is het nog steeds, om nooit te vergeten. Ik moet zeggen dat ik er met een bang hart aan begonnen ben. Ik heb heel veel stress gehad tijdens de opnames. Maar ik ben wel heel blij met het parcours dat ik heb afgelegd. Ik heb er 6 keer in mogen meedraaien. Ik ben kunnen groeien in mijn zang. En ja, ik vind het ongelooflijk hoe het leeft bij de mensen. Het is wel de eerste keer, ik weet, in de tijd met Tegen de Sterren Op. Dat was ook een populair programma. Maar dit overstijgt toch wel echt alles. Het is jong en oud. Het is allerlei mensen. Het is niet één soort mens hier naar. Het leeft zo. Het was heel schoon hoe dat Bart Peters het verwoordde. Het is natte haartjes televisie. De kindjes hebben vrijdagavond hun bad gepakt, zitten voor de tv en de ouders genieten mee. En je ziet dat hier ook, hè? Jong en oud. En met heel veel liefde vooral. Ik heb heel veel liefde ervaren. Dus zeker geen spijt dat ik heb meegedaan. Zeg maar, we missen Guga. Waar is hij? Ja! Mijn ijskoning is er niet bij. Die moest nog werken. Die komt straks. Zo jammer dat hij dit mist. Maar hij komt nog. Dus als je lang genoeg blijft, dan komt hij eraan. Zou je het opnieuw doen, terug in zo'n pak kruipen? Ik vond in zo'n... Ze zijn wakker. Ik denk dat ik het opnieuw zou doen, moesten ze mij nog eens vragen. Hoewel ik het soms echt de hel vond. Ik vond het echt heel moeilijk en heel zwaar. Maar langs de andere kant ook ongelooflijk. Ook echt wel fantastisch. Dus ja, ik zou het wel opnieuw doen.